Mevrouw Ouwehand die spreekt namens de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Een debat over grondstoffen en afval, waarin je uitgebreid met elkaar kan ruzien over cijfers in rapporten die al dan niet zouden kloppen. Maar het is ook een onderwerp dat we iedere dag samen zelf kunnen zien. En we hebben gisteren wat petities in ontvangst mogen nemen. En de voorbeelden van wat we zoal op straat kunnen aantreffen als gevolg van ons falende afvalbeleid zien we ook op Twitter met alle zwerfies. Maar ik wilde de staatssecretaris in elk geval even voorhouden wat Stichting de Noordzee heeft verzameld. 400 meter over het Noordzeestrand lopen en troep opruimen betekent dat je 100 doppen vindt. Als je dat uitrekent naar de hele Nederlandse kust, betekent dat er permanent 90.000 doppen liggen. En als iedereen die netjes op zou rapen, dan is er niks aan de hand. Maar ik zie ook dat de VVD geen legertje afvalrapers heeft. Niet binnen haar eigen gelederen en ook niet in de begroting. Dus je kan ruzien over hergebruikpercentages wat je wil. Feit is dat Nederland vol ligt met troep en dat die troep in zee belandt en daar verschrikkelijke dingen doet met de ecosystemen. Dus de belangrijkste vraag aan de staatssecretaris is of zij bereid is om even los van het geruzie over de gehaalde percentages het grote geheel te zien. En dan zou ik zeggen dat de R'en die centraal staan in dit debat, hè, ze noemt zelf reduce, reuse, recycle en renew, dat daar minstens een paar R'en aan moeten worden toegevoegd. Refuse, als je van metal houdt, zeg je daar meteen achter resist. Rethink en repair. De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze het refuse gedeelte interessant vindt en wil bespreken als suggestie in de brancheverduurzamingsplannen. Maar ik ben dan heel erg benieuwd naar hoe ze dat voor zich ziet. Want we weten allemaal dat bedrijven niet zijn opgericht om het belang, het collectieve belang van behoud van de ecosystemen te waarborgen. Bedrijven zijn opgericht om winst te maken en daar is niks mis mee. Maar het is dus niet hun taak om de publieke belangen te borgen. En dan kom je dus meteen op het spanningsveld tussen de marketingwaarde van een verpakking die met een mooie doosje eromheen of individueel verpakt en misschien nog een fancier laagje plastic. Wat je daarmee kan verdienen is belangrijker dan de milieuwinst die je zou moeten willen halen als bedrijf. Dat zijn gewoon de feiten. En we zijn hier als overheid uitgevonden om te zorgen dat dat publieke belang niet ondersneeuwt door de marketingbelangen van bedrijven. En daarom vraag ik dus aan de staatssecretaris welke concrete voorstellen wil zij uitwerken om te komen tot echt een cultuurverandering om een einde te maken aan die wegwerpmaatschappij. Ik wil haar complimenteren voor de brief waarin ze ons heeft geschreven dat ze in elk geval nu geen einde maakt aan statiegeld. Dat is voor nu een redelijke geruststelling, want we zagen het al helemaal gebeuren dat het zou worden afgeschaft. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren dan dat. En een uitbreiding van statiegeld ligt veel meer voor de hand dan blijven denken over de mogelijkheid om dat af te schaffen. En iedereen kan mooie woorden praten over middel en doel. Maar feit is dat het zwerfafval zo'n groot probleem is dat er nog geen aantoonbaar beter systeem is om ervoor te zorgen dat we dat reduceren dan het minstens handhaven dan statiegeld. En pas als je met overtuiging kunt laten zien dat je de hoeveelheid grondstoffen die je gebruikt en ook weer wegwerpt fors kunt reduceren, zou je die discussie aan kunnen gaan wat ons betreft. Ik vraag aan de staatssecretaris ook concreet naar afspraken over de horeca. We hebben, ik heb een vies plaatje meegebracht. Met de staking van de schoonmakers op NS-stations, binnen no time valt je op hoeveel zooi we eigenlijk kopen en weer weggooien. Waarom worden met de horecapartijen geen afspraken gemaakt over al die wegwerpverpakkingen waarmee we ons drinken en eten inmiddels gewend zijn om te kopen? Graag een reactie op dat punt. Voorzitter, dan heb ik van... Mevrouw Ouwehand, Ouwehand, excuus, ik onderbreek u even, want er is een vraag van mevrouw Mulder aan u. Ja.
Ja, voorzitter, mevrouw Ouwehand en ik hebben al vaker gehad over de rol van het bedrijfsleven. En is er ook moraal in het bedrijfsleven? Nou, ik geloof van wel dat naast zeg maar het winst willen maken, dat je ook verantwoordelijkheid hebt vanuit het bedrijfsleven om wat te willen doen. Daarom geloof ik er ook in dat je samen afspraken zou kunnen maken. Maar als ik het betoog van mevrouw Ouwehand zo hoor, dan is dat eigenlijk helemaal niet mogelijk. Want die zijn alleen maar uit op winst. Klopt dat nou echt, dat beeld? Mevrouw Ouwehand. Nee, voorzitter. Het is belangrijk om de verschillende rollen scherp te houden. We moeten hier als overheid niet doen alsof we de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het collectieve belang, in dit geval de gezonde ecosystemen, het niet uitputten van onze aarde, dat we dat kunnen afschuiven op bedrijven. Dat is hun rol niet. Daarmee zouden we onszelf degraderen. En we weten ook dat dat niet kan werken, omdat bedrijven een ander belang hebben. Bedrijven zijn niet opgericht als het CDA om te strijden voor bepaalde waarden in de samenleving. Bedrijven draaien om het maken van winst. Als dat anders zou zijn, dat zou heel gek zijn, want dat is dat staat lijnrecht tegenover de doelstelling van een bedrijf. Dus daar moet je helder en reëel in zijn. En als je dat gaat vermengen en doet alsof bedrijven de verantwoordelijkheid wel zouden kunnen hebben voor het waken over het publieke belang, dan krijg je dus dit soort geruzie over convenanten die niet werken, afspraken die niet worden nagekomen en niemand die de deur op slot kan zetten en zeggen zo is het genoeg. Dank u wel. Mevrouw Mulder, nog kort graag. Ja, ik heb me al wel vaker verbaasd over deze denkwijze van de Partij voor de Dieren over bedrijven. Ik zie wel dat bedrijven hun best doen en dat ze zich zorgen maken natuurlijk over de continuïteit van hun bedrijf voor hun medewerkers. En dat ze daar heel erg hard hun best voor doen. Ik heb net zelf het voorbeeld gegeven van het bedrijf Unilever dat aan de slag is gegaan met de microplastics. En ik denk dat we ook die rol van bedrijven best mogen benadrukken en zien, ook in het debat. En dat we ze ook juist als een partner zien om die 52% te halen. Nou, en als u zegt van nou is het nou 52 of 53%, het CDA staat voor een totale verbetering in de recycling. Wat is uw vervolgvraag? En, ik ben echt helemaal verbaasd gewoon over deze opstelling van de Partij van de Dieren. Ik moest het echt even kwijt, voorzitter. Dat is een conclusie en geen vraag. En dan stel ik voor dat mevrouw Ouwehand haar betoog voortzet. Nou, ik wil er wel kort iets over zeggen. Een minuut voor. Daar heeft u nog een minuut voor. Ik wil nog even reageren, voorzitter. Maar ik wil voorstellen dat u betoog voortzet. Nee, voorzitter. Er worden mij nu dingen in de schoenen geschoven die ik graag wil spreken. De Partij voor de Dieren heeft deze analyse niet zelf bedacht. Die komt van onder andere Robert Reich, voormalig minister in Amerika. Niet het land waar het bedrijfsleven nou het meest wordt gehaat. En hij zegt heel duidelijk, scheid dat nou. Natuurlijk moet je bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk moeten zij ook verantwoordelijkheid dragen. Maar het kan niet zo zijn dat we de verantwoordelijkheid die wij als publieke instituties dragen op het bordje schuiven van het bedrijfsleven, want dat staat haaks op hun belangen en zo komt het dus niet goed. En zo zit die analyse en het zou het CDA sieren om ook op die manier daarnaar te kijken, want anders kunnen we onszelf wel opheffen hier. Mevrouw Ouwehand, dank u wel. Ondertussen is er een andere vraagsteller en dat is de heer Dijkstra. Ja, voorzitter, mevrouw Ouwehand van de Partij van de Dieren heeft een beetje een eng wereldbeeld. Want ze zegt bedrijven zijn er alleen maar om winst te maken en geven verder niks om de omgeving. Ik neem de afstand van. Ik wil mevrouw Ouwehand vragen van hoe gaat zij zonder gemeentes en zonder bedrijven überhaupt deze wereld beter maken? Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dat is nou precies de grap. We zijn als politiek zo ontzettend gewend geraakt om te polderen, om bedrijfsleven een dikke vinger in de pap te geven bij de besluiten die we nemen of niet meer nemen. Want we spreken bijna alleen nog maar in convenanten. Dat het simpele pleidooi om de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het publieke belang weer steviger in handen te nemen, stuit op dit soort karikaturale reacties. Het simpele feit dat bedrijven niet zijn opgericht om een soort semi-overheidsrol te vervullen, gaat bij de VVD blijkbaar er niet in en doet alle alarmbellen rinkelen. Maar dat is precies het probleem dat onder andere Robert Reich probeert aan te dragen. Vergeet niet dat je publieke instituties nodig hebt om de gerechtvaardigde belangen van het bedrijfsleven om winst te maken. Dat is niet verkeerd,
maar wel zo binnen de perken te houden dat dat niet ten koste gaat van het publieke belang van toekomstige generaties. Dank u wel. De heer Dijkstra, nog kort. Ja, het is inderdaad een eng wereldbeeld, want zonder bedrijven die zorgen voor vermindering van verpakkingen of de kosten betalen, zonder gemeentes die de uitvoering doen, zonder samenwerking, komt hier niks van de grond. Alleen in Noord-Korea lukt dat misschien. En misschien is dat ook de reden waarom de Partij van de Dieren zich in het Europese parlement bij de linkerkant heeft aangesloten. Dat is nu heel erg helder. Ik hoor wederom geen vragen. Ik ga mevrouw Ouwehand opnieuw de mogelijkheid geven om een reactie te geven. Maar de bedoeling van de interruptie is toch daadwerkelijk dat er vragen worden gesteld. Ja, voorzitter, blijkbaar is het nogal prikkelend als je hier de stelling opwerpt dat bedrijven niet goed of slecht zijn, maar per definitie niet opgericht om het publieke belang te dienen. Blijkbaar zijn we daar met z'n allen zo ontzettend van vervreemd geraakt dat alleen al het inbrengen van zo'n punt in het debat iedereen achterover doet slaan. Lijkt me meer dan zinnig om daar eens over na te denken en vooral na te denken over wat de rol van ons hier is als onderdeel van de overheid om te zorgen dat de publieke belangen niet ondersneeuwen door de op zichzelf gerechtvaardigde belangen van het bedrijfsleven om winst te maken. Maar dank wij moeten wel. Er dan dus is bij er zijn. Nou goed. Dan ik is zal er nog een vervolgvraag. De boeken nog eens rondsturen. Dan is er nog een vervolgvraag. Die wordt gesteld door mevrouw van Veldhoven. En dank u wel, voorzitter. Soms kom je in een debat in één keer op een punt waar je denkt, hey, dit is gewoon een interessant punt om even met elkaar uit te discussiëren. Ik ben niet zo pessimistisch als mevrouw Ouwehand over het bedrijfsleven. Mijn vraag aan mevrouw Ouwehand is dan ook, hoe kijkt zij naar, je hebt ook maatschappelijke bedrijven, die dus een hele duidelijke maatschappelijke doelstelling hebben en die de winst gebruiken om die maatschappelijke doelstelling te kunnen maken. Hoe kijkt ze naar bedrijven als inderdaad Unilever die zeggen, wij willen groeien, wij willen winst maken, maar we willen ook een milieueffect realiseren. En hebben we als overheid niet vooral de taak om te zeggen wat er moet gebeuren, waarmee we het nog prima aan andere partijen over kunnen laten hoe ze het doen. Is dat ook niet een belangrijk onderscheid waar we moeten maken en zit hem in het borgen van het wat? Ook niet een heel belangrijk gedeelte van de borging van onze publieke functie en de borging van het publieke belang. Want dat is natuurlijk zo. Die borging moet je wel goed neerleggen. Maar met hoe is toch ook ruimte te geven. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter. Nogmaals, als iedereen het simpele inbrengen van dit element in het debat uitlegt als we maken een einde aan het bedrijfsleven, dan is er dus heel wat meer over te zeggen. Unilever is een goed voorbeeld. Als Unilever zegt, wij willen onze ecologische voetafdruk in 2050 halveren, maar onze productie verdubbelen, dan schiet je dus per saldo niks op. En dan denk ik dat wij ons de vraag moeten stellen, gaat Unilever ooit aan mensen vertellen dat het vanwege de enorme milieubelasting misschien beter is om wat minder Magnums te kopen? Dat gaat Unilever niet doen. Dus het totale beeld bewaken, hoe groot mag die voetafdruk in zijn geheel zijn en welke normen moeten we daarvoor stellen en ook handhaven, dat is aan ons. Dat gaat Unilever zichzelf niet opleggen, denk ik. Dank u wel. Mevrouw van Veldhoven nog? Nee, voorzitter. Dit is een invulling van een van de drie vragen die ik stelde. Ik stelde ook de vraag naar de maatschappelijke bedrijven, hè, die zijn er ook. En als overheid gaat het mij vooral over over het borgen van die randvoorwaarden. Wat moet er gebeuren? Daar gaan wij over. Maar hoe? Daar kun je toch ook prima de bedrijven bij gebruiken om dan uit te werken hoe zij daaraan gaan voldoen en wat zij daaraan bij kunnen dragen. Mevrouw Ouwehand. Ja, zeker. En het is ook helemaal geen oproep om bedrijven te ontslaan van hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het is een krachtige oproep om een stap opzij te zetten van de gewenning die we hebben aangeleerd om in convenanten te praten en vooral te zorgen dat het bedrijfsleven ook tevreden is met de plannen die we hebben. Terwijl we weten dat de convenanten aanpak in 9 van de 10 gevallen niet voldoende oplevert. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. En we zijn met z'n allen iets te bang geworden om de daadwerkelijke normen te stellen en ook af te dwingen als we zien dat het de spuigaten uitloopt. En ik heb nog niemand hier horen zeggen, behalve de VVD, dat het allemaal wel meevalt met de afvalproblematiek in Nederland. Dank u wel. Dan heeft u nog een korte minuut voor de rest van het betoog. Oh, die heb ik dan gemist. Oh nee, die had ik niet gemist. Excuus, meneer Bisschop. Ja, u deed zo. Maar daar was ik heel blij mee. We zullen zien of dat... Dat was het signaal van ik hou het kort, maar niet van ik zie er van af. Nee, daar ziet u niet van af. Daar hou ik u nu aan. Voorzitter, ik heb ademloos geluisterd naar de rechts- en staatsfilosofische beschouwingen van mevrouw Ouwehand. Werkelijk verbazingwekkend. Ik ben er nog niet uit of dit nou zich meer op de uiterste rechtse flank dan wel op de uiterste linkse flank van de visie op de overheid bevindt. Maar ik hoor haar eigenlijk ontkennen dat je door
om je doelen te bereiken, om je gemeenschappelijke doelen te bereiken, dat je daarvoor vooral samenwerking nodig hebt. Ik hoor haar eigenlijk een beeld van de overheid schetsen als de strenge bovenmeester. Die neemt de jongetjes en de meisjes in de klas zo nodig bij het oor en zegt van we gaan het zo doen. Terwijl je juist zou kunnen insteken, lijkt mij, tenminste als een docent dit doet, zeker tegenwoordig, dan is hij binnen een half jaar is hij burn-out, dat geef ik al even vast even mee. Maar terwijl je zou kunnen insteken op van wij gaan om tafel en we gaan kijken hoe we dat doen. En om die parallel door te trekken, is dat niet ook in de ogen van mevrouw Ouwehand wat ze eigenlijk bedoelt? Mevrouw Ouwehand. Nee, voorzitter, grappig is dat juist een van de fractieleden van de SGP zinnige studies heeft gedaan over het beperkte resultaat van de convenantenaanpak, laat ik het zo maar zeggen. Er is helemaal niks erg aan om met het bedrijfsleven ook te spreken over hoe gaan we het doen en het bedrijfsleven ook te vragen een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Mijn pleidooi gaat erover dat we blijkbaar niet durven om normen te stellen als het bedrijfsleven dat niet zo leuk vindt. En dat we dus zijn doorgeslagen in de overlegstructuur met het bedrijfsleven en dat we niet meer als publieke institutie strenger durven te zitten op de normen die we moeten borgen. Kijk naar de zelfregulering in de vleessector. Daar zijn we goed van teruggekomen. Een van de meest prangende voorbeelden, en blijkbaar heb je die dus nodig, om duidelijk te maken dat we als publieke institutie sterker en strenger moeten zijn en niet te veel de oren moeten hangen naar wat het bedrijfsleven toevallig goed mevrouw uitkomt. Ouwehand, punt is helder. Dank u wel. De heer Bisschop, nog kort. Voorzitter, als ik kijk naar de werkwijze, dan doet het mevrouw Ouwehand voorkomen alsof er objectieve, vaststaande normen bestaan als zodanig. En het miskent, en ik vraag mij af of zij daar nog even op zou willen reflecteren. Ik vraag mij af of zij niet beter ook de insteek kan kiezen van dat je gezamenlijk zoekt naar wat is haalbaar, wat is de doelstelling die we gezamenlijk moeten formuleren. En daar moeten we ons dan ook vervolgens aan houden. Dan hebben we wel afspraak is afspraak. Mevrouw Ouwehand, zou u dat in het kort kunnen schetsen? En ik bedoel met kort ook echt kort. Ik kan ook niet helpen dat het blijkbaar heel veel vragen oproept. U kunt wel iets doen aan de lengte van uw antwoord. Ja, voorzitter, kijk, de norm die wat mij betreft gewoon staat, maar waar bijna niemand aan wil, is de aarde. We hebben er maar één van. En wat we ook doen en wat we ook verzinnen en hoeveel vrijheid we ook geven aan het bedrijfsleven, we zullen moeten respecteren dat de reproductiecapaciteit van de aarde beperkt is en dat we dus niet de aarde mogen leegroven of zodanig mogen belasten dat er geen herstel meer mogelijk is. Dat zou de norm moeten zijn waar wij over waken. En daarbinnen kan je met het bedrijfsleven praten, oké, hoe gaan we dat dan doen? Maar als het bedrijfsleven niet binnen die normen past, dan houdt dat toch op met je overlegstructuur. Dan heb je toch als overheid de verantwoordelijkheid om te zeggen, prachtig, maar dat gaan we niet doen. Want dat kunnen we niet maken ten opzichte van volgende generaties. En dat is mijn pleidooi. Dank u wel. Uw betoog? 1 minuut. Voorzitter, nog 1 minuut om te spreken over de toekomst. Nick en Lisa Dekker, een tweeling uit Noordwijk, probeert aandacht te vragen bij ons hier voor de nadelen van ballonnenwedstrijden. En dat vind ik heel dapper, want die kinderen zijn 10. Ballonnen zijn gezellig, leuk. En als je dan toch, als je 10 bent, durft te zeggen, maar dat moeten we misschien niet doen, want het is erg slecht voor het milieu. Het komt in het water terecht, dieren stikken erin, microplastics. Nou, het hele verhaal. Ik heb begrepen dat de brief die zij aan de koning hebben gestuurd is doorgeleid naar de staatssecretaris. Dat bericht hebben we van de RVD gekregen. We hebben het al een beetje geprobeerd bij staatssecretaris Dijksma, die dezelfde brief had gekregen. Die wel degelijk het belang of de ernst van deze situatie onderschreef. Maar vervolgens toch op het dak van het niet nader te noemen warenhuis ging staan om ballonnen op te laten. Dus ik denk dat Lisa en ik licht teleurgesteld zijn over de manier waarop met hun pleidooi om te kijken naar mogelijkheden om die ballonoplatingen te stoppen is omgegaan door het kabinet. En ik zou zeggen, misschien kan deze staatssecretaris in de herkansing eens reflecteren op hoe ze het pleidooi van deze dappere tweeling zou kunnen onderstrepen. Dank u wel. Dank u wel.